together. Ja, altijd fijn die break-up songs van Taylor Swift. We are never ever getting back together. En we lekker toonbreker ook trouwens. Ja, zeker. We are never ever getting back together. We are never ever... Nee, dat kan ik dus niet. Nee? De kat krapt de krullen van de trap. Weet je wat? We gaan gewoon van deze titel naar Never Have I Ever. Oftewel... De Dilemma! Ja! Dat soort van rijmt. Ja, er zitten er nog een paar in. Ik heb hier een roze emmertje voor de mensen die via de radio luisteren. Een roze emmertje en er zitten allemaal... Zeg, kun je Wiebe even zacht zetten? Jezus, wat irritant. Ik kan wel even een ander muziekje aanzetten, want ik vind het ook best wel een klote muziekje. Ik word er maar nerveus van. Dit? Oh ja, heerlijk. Ik kan nog wel even met jullie doornemen wat we allemaal hebben. Oh, leuk. Deze. Ja, dit is leuk. Ja? Ja. Deze doen. Nou goed, dan gaan we even hier. We hebben hier een roze emmer. En er zitten allemaal truth or dare dingen in. Of een dilemma. Ik ga er even eentje uithalen. Ik begin gewoon in één keer. Is goed. Ja, mag dat? Dankjewel. Mag. Oh, ik heb een truth, gelukkig. Eerlijk zeggen, wat verdien je netto per maand? Ja, dat is heel makkelijk. Ik verdien per week. Dus dat weet ik niet. Ja. Maar wat verdien je dan per week? Wat ik per week verdien? Ja. Dat verschilt. Dat verschilt eigenlijk iedere week. Omdat mijn rooster is heel erg. Bedragen, rugnummers, nu. Nee, het is echt waar. Want ik word dus iedere week eigenlijk. Ja, maar ik geloof het ook ingepland. Wel. Maar je kunt dan een gemiddelde ongeveer zeggen. Een gemiddelde, wat zal het dan ongeveer zijn? 150 per week, zoiets. Ah, top. Ja. En dan werkt je dan 40 uur per week voor, hè? Nee, niet 40 uur. Nee, lang niet 40 uur zelfs. Hoeveel werk je ervoor dan? Ik heb een contract tussen de 16 en 24 uur per week. Dus eigenlijk dat. Daartussen, dat verschilt gewoon een beetje. En soms geef ik een dienst weg als ik niet uitkom met iets. En soms niet. Maar het verschilt per week. Per maand kan ik dus echt niet zeggen. Nou, dankjewel voor je openheid. Alsjeblieft. Jee. Oh, ik moet natuurlijk iets doen. En ik moet dus zo hard schreeuwen als ik kan. Maar niet echt in de microfoon. Moet je even een beetje op afstand gaan doen. Oh. Ja, anders dan worden mensen helemaal gek, joh. Ja, dan worden mensen gek. Anders doe je het zo van de microfoon af. Zo? Doe ik even het muziekje weg. Doe maar. Ah, dat is niet schreeuwen, dat is krijzen. Dat is gewoon een vogeltje. Echt schreeuwen. Echt schreeuwen. Even alles eruit. Alles. Hier gaan we zo een beetje van maken. Wauw, wat mooi. Oké, next. Oh, dat ben ik. Alsjeblieft, Rick. Ja, dankjewel. Hoe voelde dat trouwens? Is dat bevrijdend, hè? Ja, de derde keer wel. Ja, ja. Denk ik echt even mijn ogen dicht ook. Truth. Wie van je medespelers lijkt je de slechtste date en waarom? Nou, vertel. Ja, dan denk je toch, Miguel? Dat kan ik me heel goed voorstellen, inderdaad, ja. Ja. Imke die toont sowieso altijd wel interesse. Of ze nou geïnteresseerd is of niet, volgens mij. Dat idee heb ik in ieder geval. Jij zit alleen maar op je telefoon in gezelschap. Niet dus altijd, maar wel vaak. Wel in mijn gezelschap in ieder geval. Ja. Dat denk ik. In Imke, eigenlijk. Dat denk ik eigenlijk ook wel, hoor. Dat je respectstof hebt of zo. Dat denk ik ook, ja. Dat zal bij mij ongetwijfeld ook al zijn. Ja, de beste dan. En jij de slechtste dus, eigenlijk. Dat bedoel ik. Ja. Nee, ik snap wat je bedoelt. De vraag was wie is de slechtste, maar ja. Dan... Goed. Okay. Nee, ik ben er denk ik ook gewoon niet zo heel erg goed. Ik denk dat Imke daar inderdaad beter in is. Die stelt zich meer open aan de mensheid om haar heen. En dat heb ik er niet altijd zo. Wat lief. Ik vind het heel lief dat jullie het zeggen. Dank je. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Ja, je denkt toch in de pocket, hè? Mooi. Nou, strikt erom. Strikt erom en... Even een beetje een lui liedje draaien. Ja, doe dat. Blijf vooral luisteren, want ik heb zo meteen heel veel gloednieuwe muziek. Oh. En dan zijn we er toch pareltjes. Zin in. Dat lukt niet. Sorry. Nee? We hebben meer duimpjes nodig. Help je even mee? Klikken. Duimpje omhoog. En delen met iedereen die je kent. Iedereen.